Elk jaar worden burgers bijgestaan bij het doen van hun aangifte bij de dienst der belastingen. Deze kosteloze bijstand wordt SAS HUBA genoemd. Ashok Ramautaar, hoofdaanslagregeling inkomstenbelasting hierover. SAS HUBA staat voor hulp bij aangifte en het is een kosteloze bijstand die de Belastingdienst dan elk jaar organiseert. Waarom wordt SAS HUBA georganiseerd? De SAS HUBA wordt georganiseerd om belastingplichtigen, praten in dit verband van cliënten, om ze te assisteren bij het invullen van hun aangifteformulieren, de zogenaamde SAS-formulieren. En om concreter te zijn, voor wie is SAS HUBA bestemd in feite? Het is bestemd voor kleine zelfstandigen. We kunnen in dit verband aanhalen, bijvoorbeeld een marktventer, dat is een kleine zelfstandige. Degene die in loondienst zijn. Als voorbeeld kan ik dan aanhalen de loontrekkers die een restitutieverzoek willen indienen. En als laatste groep hebben we degene die een periodieke uitkering genieten. Als voorbeeld denk ik aan de remigranten. Die kunnen zich ook aanmelden. Dus drie categorieën van belastingplichtigen. Okay. En wanneer is SAS HUBA? De SAS HUBA wordt georganiseerd op het Centraal Belastingkantoor van 1 april tot 30 april. In de districten hebben we ook op verschillende data's, maar dat wordt nog nader bekendgemaakt. Wat zijn de voordelen voor burgers om gebruik te maken van SAS HUBA? De voordelen zijn dat de belastingplichtige niet naar de consulent hoeft te stappen en geld hoeft uit te geven. En een tweede voordeel is dat er deskundig wordt ingevuld. Hoe kunnen burgers aan meer informatie komen over SAS HUBA? Voor meer informatie over de SAS HUBA kan men bellen op de volgende telefoonnummers. Dat is, de eerste nummer is dan 471-706. Het tweede nummer is 520-176. En dan hebben we een derde nummer, 473-632. We hebben ook informatie op onze belastingsite. En de belastingsite is www.belastingdienst.sr. Of u kunt ook mailen naar het volgende e-mailadres info@finance.gov.sr. Hebt u nog wat informatie welke u zou willen doorgeven aan de gemeenschap? Ja, ik wil het publiek dan oproepen indien ze gebruik wensen te maken van de diensten van de SAS HUBA om de nodige bescheiden en documenten bij zich te hebben wanneer ze aanmelden. Dit in verband met de vlotte gang van zaken bij het hulp bij de SAS HUBA.